en welkom bij wederom een nieuwe aflevering van The Dream. Vandaag is het zover, het verslag van het megaconcert in Valkenburg aan de Geul. Ruim 7500 mensen hebben de 16e genoten van een sensationele avond boordevol muziek. In deze aflevering van The Dream kun je zien wat er de dagen voorafgaande aan 16 augustus allemaal is gebeurd. Van de opbouw van het concertterrein, de tour met Wanda Jackson door het prachtige Limburg en we hebben een exclusief interview met Wanda, waarin ze openhartig vertelt over haar vroegere relatie met Elvis Presley. Priscilla was the one for him, not me. Dus ga lekker achterover zitten en geniet van deze aflevering van The Dream. Op 15 augustus, de dag voor het concert, begonnen de eerste partijen met de inrichting van het terrein. Ondertussen gaan René en Angelay samen met Wanda Jackson en de burgemeester van Valkenburg een tour maken door het prachtige Limburg. Wanda Jackson, onze speciale gasten uit Amerika. We hebben er lang naar uitgekeken en op een gegeven moment kwam ze aan in Brussel op vliegveld. We hebben ze opgepikt. Het was meteen een hele leuke ontmoeting. Ze was heel spontaan. Ze is natuurlijk al een beetje op leeftijd, dus wat dat betreft moet je ook wel weer een beetje voorzichtig met haar omgaan. We hebben na een aantal uurtjes rusten, hebben we haar opgepikt met een hele caravaan met auto's. 50's auto's, 60's auto's en ook een aantal hele mooie Corvettes. En toen zijn we gaan rijden. We hebben een hele stoet gemaakt. De burgemeester van Valkenburg erbij. Ja, het was heel leuk om te zien dat het was niet aangekondigd. We zijn gewoon vertrokken. Vanuit Valkenburg zijn we richting Maastricht gereden en dan zijn we daar op het Vrijthof zijn we met z'n allen bij elkaar gekomen. En dan zag je wel, de belangstelling die was enorm groot door het publiek. Ook de burgemeester van Valkenburg, de heer Eurlings, is trots op dit mega-event in zijn dorp. Als burgemeester ben ik geweldig trots erop dat wij in Valkenburg het kloppend hart mogen zijn van de Memorial Elvis Presley met René Schumann en Angel Eye morgen 16 augustus. En niet alleen als Valkenburg, maar ook persoonlijk. Ik moet zeggen, ik weet nog toen ik in de middelbare school zat met die transistorradiootjes in het oortje van wie haalt nu weer nummer 1 op de hitparade. En dat was altijd een geweldige strijd, ook thuis. Mijn zus ging voor de Duitse slagers. En mijn broer die ging voor andere Engelstalige Cliff Richard enzovoort. Maar Elvis ben ik altijd trouw gebleven. En Elvis is toch de king, de man of rock'n'roll. En ik ben ook geweldig trots dat we Wanda Jackson hier in Valkenburg mogen begroeten. Nou, volgens mij gaat de burgemeester het ook heel leuk hebben op het concert. Ondertussen is de karavaan weer richting Valkenburg vertrokken. Waar René en Angelay even snel een kijkje gaan nemen op het concertterrein. Hey jongens, we zijn eventjes weg. Now give me a shuffle beat. Yeah. I'm gonna take a dive into the pool. I gotta stay clear, I got to keep cool. Cause a little cat's around, man, she's really wild groovy. She got it real good going, coming strong for my soul tonight. En terwijl de mannen op het terrein lekker doorbouwen, hebben René en Angelay een hele bijzondere repetitie voor de deur staan. Namelijk die met de Grand Lady of Rock'n'Roll, Wanda Jackson. Dat is heel erg apart. In het begin is het zo van, hey, misschien kunnen we Wanda Jackson boeken. Op een gegeven moment heb je haar geboekt. En op een gegeven moment is het zo van, ja, maandagmorgen moet ze gehaald worden in Brussel. Het komt van Oklahoma, ze heeft om 13 uur in het vliegtuig gezeten. En dat ze dan in ons midden is, dat is toch heel speciaal. Zeker omdat het toch een legende is. Het is een levende legende. Ze heeft alles meegemaakt. Elvis meegemaakt in zijn jonge jaren. Ze heeft zelf de rock'n'roll mede uitgevonden. En ze is gewoon uniek. En ook de